die door Van Nief wordt getrapt. En dat is een pracht van een vrije trap. En zo komt Groningen terug. Daar komt Van Nief. Nu de juiste keuze. Is dit de juiste keuze? Dit is de juiste keuze. Tjerny krijgt een cadeau van Rusnak. Weer die versnelling van Amrabat zoals we hem ook voor rust zagen. Paasje net niet ideaal. Over 5 meter moet dat beter kunnen. Maar geraakt werd van weer niet nieuw. Behoorlijk vrijheid heeft. Maar de boosheid zal nog wel even voortduren. Van Nief, dit zijn fijne ballen hoor. Ja, daar is die. Daar is die dus nog geen minuut nadat het nog in deze wedstrijd. Van Beert. Daar komt het centrale duo van de Heide en Van Beek bij deze hoekschop die te kort is. Van de voet van Berghuis. Briljant speelt. Loranus. Loranus, dat was een tackle op de bal, niks mis mee. Goed gezien door Lindhout ook al. Blijkbaar onderdeel van het plan van Van Nief. 3 minuten onderweg en Van Nief schiet hem op de lat. Dat is een mooie vrije schop en een rebound. Er zit Te Wierik die de kans laat liggen. De bal van Van Nief, geen buitenspel voor Mahi. Krijgt Tries dat de trainer vraagt om versterkingen, maar is dat financieel haalbaar? ADO moet oppassen dat het niet snel weer tegen een tegentreffer aanloopt. Maar dan kan het wel eens een hele lastige avond gaan worden voor de ploeg van Petrovic. Heerlijke bal van Van Nief. Meegenomen door Te Wierik, ook goed, voorzet. Brooks, keurig verdedigd door Van Nief. Bakuna, een draaiende corner, standaard situatie, zeker een wapen bij ADO. Van Nief. Mahi. Drost. Brooks met Davidson. Krijgt hem niet bij Valkenburg. Een van de meest dreigende momenten van Willem II in de eerste helft. Eerste minuut van de extra tijd zit erop. Goeie paas dit. Drost krijgt hij hem voor. Bakuna. Van Nief. Kijk eens wat een ruimte weer. En dit is bijna alsnog. Lennarty. Suntjens. Nu Groningen. Van Weert. Ja, er is ook gewoon hem eigenlijk uitgespeeld. Die was meegekomen. Van die